Welkom terug en leuk dat je weer kijkt hier op YouTube, mensen. De zomer is een beetje voorbij, althans. Misschien Indian Summer. Ik ben gek op september. Ik weet niet wanneer dit uitgezonden wordt, maar vandaag, het is vandaag september. Niet zozeer vandaag, maar de hele maand. Get it, oké. September, ik vind het heerlijk. Ik geniet van september. Waarom? Nou, in de lente... Jezus, lijkt wel geschiedenisles. Gaat het? Nee, maar ik wil ook even gezegd hebben. In de lente heb ik hooikoorts, pollen. Ik kan niet van mijn biertje genieten. Eigenlijk van niks. Het is alles zit vol en bah. Zomer, vaak bloedheet. Nou, we hebben gemerkt, deze zomer... echt wel bloedheet. Als je vrij bent, top. Moet je werken? Wat minder. Het ligt aan waar je werkt. Ja, en dan in september heb je dat nazomertje. Althans, dat hoop je. En tot nu toe, vandaag was dat zo'n dag. Dat je denkt, je zit in je auto of op de fiets of waar dan ook. Of je kijkt naar buiten. En denkt, wauw, wat is het mooi weer. En dan zit het rond de 20, 21 graden. Ik word daar zo gelukkig van. Wat kan ik even zeggen? Ben je nieuw op dit kanaal? Nee, dit is geen filosofisch kanaal. Geschiedeniskanaal, wat dan ook. Ik vind het af en toe leuk om wat anders te roepen. Misschien wat voor de toekomst ook. Nee. Maar, waar hou ik nog meer van? Van bier, mensen. Zekers. Waar houden wij van? Borrefs, zeker. Helaas, 2020 Borrefs gaat niet door. Dan hoor ik je denken, yes, molenbier. Nee, je zag dan de intro. Het is een beetje gek als je dat denkt. Yes, molenbier, want je zag dan de intro. Geen één glas, maar twee glazen. Vandaag... gaan we weer een side-by-side doen. In de vorm van... ik heb nog de hele middag en avond. Want deze jongens drink je niet 1, 2, 3 op. Althans, ik niet. Maar ik vond het wel leuk om een side-by-side te doen. Waar gaat het om? Mensen, het gaat om... de nieuwe van Struisse Brouwers. Hun Black Albert Batch 0. Check it out. Met QR-code. Altijd handig. Ik hoef denk ik bijna niks meer te zeggen. Doe ik wel hoor. Maar bijna niks meer te zeggen over de Black Albert. Eigenlijk toch wel, als je het mij vraagt, een van de allerbeste Imperial Stouts. Non-barrel aged ever. Voor mij. Ik wou zeggen, wie is er niet groot mee geworden? Nou ja, ik niet natuurlijk. Het zou een beetje gek zijn als je hiermee begint. Maar dit is voor mij toch wel een beetje het summen. En dan hoor ik je denken, wat is dan die andere? Want het is een side-by-side. Dus leuk als je dan een beetje hetzelfde type bier... Juist, dat is het ook. Het is de Cuvée Delphine. Uiteraard ook van Struisse Brouwers. Check it out. En dit is ook hun nieuwe badge. Even kijken wat erop staat. Vintage 2018. Deze is net uit, dus deze heeft net wat langer gerijpt. Maar waarom de Cuvée Delphine? Veel mensen weten het. Ik ook. Maar dat weet ik al jaren. Daar wil ik niet arrogant overkomen, maar toevallig weet ik dat. Als je ergens in verdiept, dan heb je dat. Dit is de Black Albert Four Roses Barrel Aged, mensen. Dus oftewel, het is gewoon... of gewoon. Het is de legendarische Black Albert. Alleen dan Four Roses Barrel Aged. Staat hier ook. Even kan lezen. Denk het wel. Anders vergroot ik hem wel even uit. Dus even kijken. Laten we beginnen. Ik ben een beetje verslag. Waarom? Omdat ik fantastische bieren zijn. Weet ik nu al. Wat staat er op de Black Albert? Oost Vleteren. Ja, ja. Moet je zeker een keertje heen gaan. Dat is echt fantastisch. Zo vaak geweest. Waarschijnlijk zal deze review ook enorm uitlopen. Excuus daarvoor. Of misschien vind je het fijn. Even kijken. Nou ja, hij is 13% mensen. En dat geldt ook voor deze jongen. Is ook 13% aan alcohol. Daarom zeg ik. Ik heb nog. Ja. Lang. Ik kan hier nog een tijdje van genieten. Het staat ook bij wat voor kilocalorieën hierin zitten. Wil je niet weten. Gaan we niet opnoemen. Wil je niet weten. Even kijken. Oh hier. De bottle date staat er wel op. Bottle date is 16 juli.
2020. Het is in juli. Ja, zeg maar 2,5 maand in fles. En houdbaar tot 16 juli 2025. Nou, ik weet dat je deze wel 10, 15, 20 jaar zou kunnen bewaren. Smaak verandert wel, maar niet zozeer slecht. Batch 0. Wat is batch 0? Batch 0 wil eigenlijk zeggen dat ze de kwaliteit zo goed genoeg vinden dat die lijkt, of lijkt, dat eigenlijk de smaak overkomt zoals de eerste batch die ze ooit gebrouwen hebben bij Struisenbrouwers van de Black Albert. Dus eigenlijk zegt dat fucking goed. Gewoon. Bet. Ik kan een heel verhaal om de Cuvée Dauphine breien. Het enige wat ik kan zeggen is op 24-7 is deze gebotteld. Het is zeg maar een paar dagen later. En wat ik zei, Four Roses Barrel Aged Whiskey Barrel Aged. Ja, en ook de calorieën is hetzelfde. En ook wil je eigenlijk niet weten. Prachtig mooie bieren. Dus vandaar de side by side. Ik ben 6 minuten aan het lullen. Dit wordt een lange review, excuus. We gaan deze openmaken. Uiteraard de Black Albert en de Cuvée Dauphine. Oh, soms heb je het nodig. Dan is het gewoon lekker om dit soort bieren te reviewen. En uiteraard drink met mate. Batch 0, Cuvée Dauphine. Here we go. We schenken allebei eigenlijk prachtig mooi donker uit. Niet zozeer zwart, maar gewoon donker. De schuimkraag van de Cuvée Dauphine verdwijnt sneller. Mocht je niet weten, barrel aged, heb je dat. Verdwijnt gewoon sneller. En is redelijk weg. Blijft nog een randje over. Deze jongen blijft prachtig mooi. Kleins, ja, hele kleine belletjes. Een beetje slagroom, mokka-achtig. Qua, slagroom qua structuur, mokka qua kleur. Ziet er goed uit. We gaan eerst beginnen met de Black Albert. Here we go. Ja, wauw. Koffie. Mensen. Zeker. Chocola. Beetje bitter. Beetje, hè? Beetje. Maar vooral merk je ook een beetje rood fruit komt ook wel terug. Maar vooral een licht zoet. Niet extreem zoet. Gewoon licht zoet. En de koffie en de chocola. Prachtig mooi gecombineerd. Komen enorm omhoog. Ik denk dat dat... dat is eigenlijk de eerste... Het eerste wat in je opkomt als je deze ruikt. Als jij deze gaat drinken of gedronken hebt, laat me even weten wat jij rookt. Als je het nog weet. Ruikt heel goed. Wauw, fantastisch. Echt. Classic. Eigenlijk in de geur, moet zeggen, redelijk gelijk. Je merkt dat er wel iets meer barrel... Iets meer, er zit daar geen barrel in. Maar iets meer karakter in zit qua barrel. Maar het valt me nog mee. Die chocola, koffie komen nog steeds mooi terug. Hij ruikt ook wederom. Wauw. Je merkt trouwens dat de schuimkraag bij deze ietsjes is gaan liggen. Bij die is die eigenlijk volkomen weg. Ja. Het is toch altijd weer, noem je dat? Laat ik zo zeggen, ik ben blij dat ik in Nederland woon. Blij dat we aan deze bieren kunnen komen. Want ja, weet je, dit zijn toch blijven unieke bieren. Ondanks dat je ze misschien online kan bestellen of wat dan ook. Maar de oplage is echt minimaal. Ja, en dat zijn gewoon echt mensen. Dit, Struisenbrouwers, kom op! Struisenbrouwers. Is gewoon fucking goed. We gaan het proeven. Black Albert Batch 0. Cheers. Wauw. Oeh.
super smooth. 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 Zeker. Echt smooth. Droppig ook wel een beetje. Koffie, chocola. Prachtig mooi. Je merkt wel, die 13% komt goed terug. Maar niet in de voorgrond. Gelukkig, want dan krijg je een beetje dat je... Hè, dat alsof je liqueur of echt ja, drank aan het drinken bent. Maar meer in afdronk merk je in je keel dat hij een beetje een heat heeft. Maar geen nadelige heat. Hij is echt wauw. Overigens is hij op de goede temperatuur. Ik heb niet in de koelkast gezet. Het is in onze, ja, hoe moet ik dat zeggen? Bijkeuken. Is het vrij koel. En hij voelt ook gewoon lekker koel aan. Het is perfecte temperatuur. Wauw. Wauw. Snel deze. Of snel. Ik heb nu nog die in mijn mond qua smaak. Ben ik benieuwd wat het verschil is. We weten het. Four Roses Barrel Aged. Ik ben benieuwd of dat er ook echt goed uitkomt. Cheers. Hier zit in de voorgrond net even wat meer, ietsjes meer heat. Ook percentage is trouwens hetzelfde. Hè? En je merkt dat de barrel ietsjes meer terugkomt. Ik weet het, daar zit geen barrel in. Maar je merkt hier inderdaad de barrel terugkomt. Beetje, denk een beetje aan rood fruit, wat echt wel naar boven komt. Even goed, die koffie en chocola komen ook nog steeds prachtig mooi terug. Wauw. Ja. Ja. Het verschil in deze bier is inderdaad de barrel. Ik moet zeggen, hij spat er niet enorm vanaf. Misschien is hij nog net even te vers. Dat kan. Je merkt wel dat hij erin zit. Maar als je echt een beetje dat smooth... Dan heb je dat meer met de Black Albert. Die is veel zachter in dat opzicht. Ondanks dat hij 13% is. Bij deze merk je inderdaad, barrel komt wel terug. Voor het mooie had hij misschien nog ietsjes langer kunnen liggen. Halfjaartje of zo. Had hij misschien iets beter tot zijn recht gekomen. Maar ook die, ja, je merkt gewoon dat het een Black Albert is. Black Albert Barrel Aged. Maar nog steeds waanzinnig. Echt supergoed. Oké, ben lang bezig. Geef niet. Als je afgehaakt bent, nou, zie je dit niet. Jammer joh. Maar oké. Okay. Cijfer voor deze bieren. Oké. Okay. Laten we beginnen met de Black Albert. Black Albert krijgt van mij een 8,5. Ik vind hem echt waanzinnig. Dat is echt weer waanzinnig. Echt een van de allerbeste Imperial Stouts die ik ooit gedronken heb. Non-barrel aged. Eigenlijk heb ik het al gezegd. Maakt dat een van de beste Imperial Stouts die je ooit gedronken hebt? Ja, zeker. Struisen is het voor mij. Ik vind het echt fantastisch. Cuvée Delphine. Is dat een van de beste barrel aged bieren die je ooit gehad hebt? Nee. Maar zeker niet slecht. En eigenlijk ligt dat er een beetje aan. Hij had iets langer moeten blijven liggen. Tenminste, als je het mij vraagt. En daarom krijgt hij van mij een 8. Ligt dicht bij elkaar. Allebei wereldniveau bieren. Maar voor deze verkies ik de Batch 0 Black Albert boven de Cuvée Delphine. Maar dat is nogmaals mijn smaak. En ik weet zeker dat als je die een jaartje, halfjaartje, jaartje weglegt. En dan die ook. En dan nog een keer drinkt. Kan het best zo zijn dat die beter uit de boot. Of dat die beter naar voren komt dan die. Maar voor deze keer, voor mij is dit de winnaar. 8,5. Heerlijk. Struisenbrouwers, topgebrouwen. Echt heerlijk. Ik ga ervan genieten. Ik heb nog de hele dag
heerlijk. Nogmaals, bedankt voor het kijken. Ben je nog niet geabonneerd, druk even op abonneren. Ben wel geabonneerd, hartelijk dank daarvoor. En ik zie jou en iedereen die gaat kijken de volgende keer weer. Ja toch? Cheers.